Christopher Nordfeldt werd 25 jaar geleden geboren in Stockholm en groeide daar onder de rook van de Zweedse hoofdstad op met ijshockey en voetbal. Als klein jongetje koos hij voor het laatste, maar op het voetbalveld begon hij niet op doel. Ik was spits tot 13. Toen was ik niet goed genoeg, zeg maar. En dan was ik gewoon in het doel neergezet. Drieënhalf jaar geleden kwam je hier in Heerenveen. Inmiddels heb je ruim 100 wedstrijden gespeeld. Als je terugkijkt, ben jij een betere keeper geworden hier? Ja, denk het wel. Zeker. En waarin ben jij vooral verbeterd? Alles. Toen hier kwam, dan was het gewoon... was nog steeds jongen. 22 volgens mij. Eerste keer buiten Zweden wonen. En alle andere dingen rondom de voetbal ook. Dat is wel, maakt mij wel meer volwassen, buiten het veld ook. Zodat als ik nu terugkijk naar de 3,5 jaar, is het heel mooi geweest. Wat was jouw beste seizoen? Dit jaar. Ik vind mezelf veel stabieler. Weet je, vorig jaar had ik misschien... meer echt fantastische wedstrijden, maar had ik ook meer niet zo fantastische wedstrijden. Ik denk natuurlijk als keeper, als je een fout maakt, dan ben je gewoon de sukkelen. En dat heeft wel één of twee keer gebeurd dit jaar, maar vorig jaar was het misschien 5 of 6 keer. Dat denk ik is heel, heel belangrijk als keeper, dat je gewoon een constante niveau kunt houden. Dat is wel veel beter dit jaar, denk ik. Nordfeldt is behalve doelman bij Heerenveen ook international van het Zweedse nationale elftal. En daar speelt hij samen met wereldster Zlatan Ibrahimovic. Nou, hij is gewoon fantastisch voor de elftal. Hij pakt hier 3 jongen op. Alle de nieuwe jongens dat opgeroepen wordt. Hij is echt een goede aanvoerder en leider voor de elftal. Zlatan is... hij is op een ander zeg maar, niveau. Det ska inte gå! Det är 4-2 för Sverige! Och Zlatan gör alla målen! Och han gör cirkuskonster som är överjordiska! Ja, det värsta är att det du säger, det är inga överord alls. Jag har sett i en träning, i en västerhet, vad han kan göra och vad en förskill han kan göra i en västerhet. Det är ongelovligt. Volgend jaar het EK in Frankrijk. Hoe schat jij jouw kans in om dan misschien wel eerste doelman te worden? Ja, dat is een heel moeilijke vraag. Ik denk... Je wilt niets liever? Ja, natuurlijk. Ik wil zo graag spelen. Maar ik denk eerlijk dat het bijna game over is. Ja? Ja. En waarom? Nou, ik denk dat de bondscoach heeft gekozen voor Isaksson als eerste doelman. Hij presteert altijd goed bij de nationale elftal. Zolang als hij dat goed doet daar, dan gaat hij gewoon door als eerste keeper. Denk. En dat is een goal. Nee, dat is geen goal. Ajoep! En de redding van Nordfeldt. Rebound. Weer Nordfeldt. Ik heb ook gezien dat jij wel wat tradities hebt hier bij Heerenveen. Voor de wedstrijd zie ik je altijd een sjaaltje ophalen aan de zijkant. Ja. Waarom is dat? Nou, ik heb een sjaaltje gekregen. Volgens mij is het nu 2 of 3 jaar geleden. Dat heb ik altijd bij de paal in de thuiswedstrijd. Je hebt ook een goede band hier met de fans. Ja, vind ik wel. Ik heb wel zeg maar de support gekregen toen... ik in een moeilijke periode heb gesloten. Dat is wel een heel groot verschil tussen mijn oude club. Daar was het bijna geen supporters bij de wedstrijd. En dan kom ik opeens hier in een volle stadion. Dit was natuurlijk een fantastisch gevoel. Ja, het is geen geheim dat je heel misschien wel bezig bent aan je laatste wedstrijden hier in het Abellense Stadion. Wanneer hoop jij duidelijkheid te hebben over je toekomst? Ja, ik weet eigenlijk niet. Ik wil gewoon nu eerst focussen op Twente.
Daarna is het een heel belangrijke play-offs. Ik wil heel graag Europees zien. Dat is 100% het eerste belang. Hoewel een transfer zeker tot de mogelijkheden voor Noordveld behoort, is het doel van de doelman voorlopig duidelijk. Europees voetbal halen met Heerenveen. En stiekem droomt de Zweed ook van persoonlijk succes bij de club. In de vorm van het winnen van de verkiezing Speler van het Jaar. Ik sprak jou een maandje geleden, zei je van die prijs zou ik wel heel graag willen pakken. Het zou wel een fantastische afsluiting ook zijn voor jou. Ik wil wel heel graag de prijs winnen. Ja. Ja, want wat betekent zo'n prijs voor een speler? Nou, voor mij persoonlijk heel veel, als je het mag winnen. Dat is gewoon de supporters. Wat de supporters vinden, dat is wel belangrijk in een club als Heerenveen. En of dat lukt, weten we zondag, want dan wordt voor de wedstrijd tegen Twente de Speler van het Jaar bekendgemaakt. Klaar.